hele goede middag op deze woensdag. Het is vandaag 8 maart. Ik ben klaargemaakt. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Muis komt eventjes ruiken aan mij. Ik heb natuurlijk parfum op. Je ruikt misschien wat lipstick. Ik weet het niet. Ik heb gisteravond nog even wat onderzoek gedaan naar camera's. Ik denk dat ik eruit ben wat ik zou willen kopen. Ik ga het alleen nog niet meteen doen, want ik wil er eventjes goed over nadenken. Omdat het ook best wel weer een uitgave is. En ik had er twee op het oog, maar die ene is voor mij nu toch wel meer afgevallen. Omdat degene die ik nu eigenlijk, waarvan ik denk dat dat hem gaat worden, ook echt richt op de ogen. Aangezien ik ook best wel wat video's, make-up video's maak waarin ik ooglooks maak, is het gewoon fijn als dat ook gewoon goed scherp is. Dus ja, ik denk eerlijk gezegd dat die het gaat worden. Maar nogmaals, ik wil er even nog goed over nadenken. Ik wil er echt nog even goed over slapen. Is ook wel zo dat deze een hele goede beeldstabilisator heeft. Dus ook als je loopt, dat je zeg maar niet, dat je geen wiebelbeelden krijgt. Dus ja, ik denk dat dat het wordt. Maar ja, ik wil er gewoon even goed over nadenken dat ik echt een goede keuze maak. Dus dat is even die update daarover. Ik heb gisteravond weer Married at First Sight gekeken. Dat was de ene laatste aflevering, waarin er dus twee stellen bekend maakten of ze getrouwd bleven of gingen scheiden. Van het ene koppel had ik al wel verwacht dat ze zouden gaan scheiden. Die gingen in het begin wel heel lekker. Misschien ging het ook iets te goed. En uiteindelijk was de chemie ook van het ene op het andere moment dus compleet weg. Dus daar stond ik niet heel erg verbaasd van dat ze hadden besloten om te gaan scheiden. Het tweede koppel bleef in eerste instantie getrouwd. Maar ik las dus gisteravond dat ze uiteindelijk alsnog zijn gaan scheiden. Ik moet wel zeggen, ik kreeg bij haar later ook het gevoel dat het allemaal niet meer zo klopte. Ze hadden koppelsweekend en zij gaf aan dat ze niet lekker was. Dat ze ook heel erg hoofdpijn was. Dus ze sloot zich ook een paar keer af. Dan ging ze naar de kamer. Zie je haar wel, haar e-readertje lezen. En ik denk ook als jij dan heel erg hoofdpijn hebt, mijn hoofd zou er dan niet naar staan om een boek te gaan lezen. Want ik kan me dan niet concentreren omdat die hoofdpijn in je hoofd bonkt. Dus dat vond ik best wel een beetje bijzonder. Maar ze zijn alsnog dus gescheiden. Ik vond ook de manier waarop het ging nu best wel gek. Want ze hebben dan eerst gewoon het eindgesprek en dan uiteindelijk voor het altaar maken ze bekend in hele nette kleding of ze getrouwd blijven of gaan scheiden. Ja, vond ik een beetje gek. Dat had van mij niet per se gehoeven. Maar goed, wie ben ik? Nou, ik heb daarna nog eventjes een spelletje gedaan. Toen ben ik de vlog af gaan maken. En op zich ging het geloof ik wel goed met de beelden. Ik moet alleen nu een beetje spelen met het geluid of dat het allemaal klopt. Ik heb mijn foto's bewerkt. Toen ben ik verder gegaan met mijn serie op Netflix. En daarna Dr. Tienes. En ik denk dat dat nu wel echt bijna over is. Want ik denk echt nog een paar afleveringen. Dan zal het wel klaar zijn. Maar was op zich ook wel weer leuk. Ik heb daarna lekker mijn boek gelezen. En dat was zo vervelend. Want het eindigde nu op een heel spannend punt. En dan was ik het hoofdstuk uit. En toen dacht ik echt, oh, ik zou nu zo graag verder willen lezen. Maar ik heb het niet gedaan. Want ik dacht echt, nee, je gaat nu ook gewoon stoppen. Want ga dan maar slapen en dan mag ik vanavond dat hoofdstuk verder lezen. Dus dat was wel heel spannend. Ik ga zo de woonkamer doen. Is weer eventjes nodig en ik moet even de bank aan de kant halen. Want ik zag dus dat de katten onder de bank hebben gespuugd. Dat moet ik even weghalen. Ik zag ook dat daar flink wat stof lag. Omdat je er toch niet zo makkelijk bij komt. Dus ik moet echt eventjes een beetje de boel gaan verbouwen hier. Dus ik ga jullie daar proberen in mee te nemen om te kijken of dat lukt. Maar dat is voor nu eventjes de planning. Dus ik ga daar gewoon eventjes aan beginnen. En dan ga ik wel zien of het allemaal lukt met filmen. Dus muziek aan en lekker aan de gang. Thank you.
lekker klaar. Ik heb de hele bank aan de kant gehad, zoals je hebt kunnen zien. Er lag inderdaad echt wel wat spuug onder, maar het was ook al best wel hard. Ik heb het gewoon echt niet gezien. Maar ja, dat komt omdat je die bank niet wekelijks van zijn plek af doet. Ik moet zeggen, het is hier ook een beetje lastig, omdat ik dus echt de kamer een beetje ervoor moet verbouwen. Dat is niet erg, maar het is wel eigenlijk iets wat ik gewoon vaker moet doen. Want het is gewoon zo lekker dat je er ook gelijk weer even helemaal goed onder gestofzuigd hebt en getweld. Dat al het stof weg is. Het voelde gewoon heel fijn. Dus ik ben heel blij dat ik dat heb gedaan. Dus het geeft me gewoon een heel fijn gevoel dat het weer heerlijk schoon is. Dat het gewoon weer heerlijk ruikt en zo. Dus daar ben ik echt heel blij mee. De rest van de kamer is ook weer lekker schoon. Ik heb mijn mat ook weer neergelegd in de keuken. Want die lag er al een tijdje niet. Kijk, dat is gewoon... je hebt hem al wel vaker kunnen zien. Deze mat is dat. En die heb ik weer eventjes lekker neergelegd. Moet hem eigenlijk ook weer eventjes in de gang ook weer eventjes neerleggen. Maar ik ben voor nu wel weer heel tevreden. Nog even lekker wat verhalen geschreven voor mijn bullet journal. Weer even wat oud papier bij elkaar gestapeld. Tot morgen weer lekker in de kliko kan. Dus ja, zo blijf je heel lekker een beetje bezig. Maar ik vind het wel heel lekker. En zelfs onder de tafel is het opgeruimd. Kijk, hoe lekker is dat? Dus ik ben wel weer heel tevreden. Ik ga nu eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond dus... Oh mijn god. Ik heb dus nu mijn camera vast. En ik voel hier nu gewoon echt een hele harde spier in mijn arm. Komt denk ik door het sporten. Dat voelt heel raar aan. Ik kan het jullie niet laten zien. Kijk, deze spier is nu keihard. Heel gek. Maar goed, douchen en eten dus. Dan vanavond de allerlaatste aflevering van Meditate First Sight. Ik ben dus wel heel benieuwd wie er nou uiteindelijk alsnog toch nog misschien getrouwd blijft. En wie er gaat scheiden. Dat heb ik wel zo van mijn vermoedens. Maar ja, zoals je kan zien, het kan altijd weer anders lopen. Dat ze toch na een aantal maanden alsnog uit elkaar zijn. Ik ga eventjes een thumbnail maken voor de vlog. Ik denk nog even een spelletje doen. Ik moet mijn blogpost schrijven. Daar moet ik nog even een nieuwe foto van maken, bedenk ik me nu net. En dan ga ik lekker mijn Netflix-serie kijken en weer verder met Dr. Tinus. En dus verder met mijn boek waar ik heel veel zin in heb. Dus dat is eigenlijk mijn avondplanning. Dus verder niet heel bijzonder. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien, want ik ga nu verder nog niks meer doen dan even iets lekker relaxen en genieten van mijn schone woonkamer. Dus bij deze zou ik zeggen tot morgen. Goedemiddag op deze donderdag. Het is 9 maart. Ik ben klaargemaakt. Ik heb het echt onwijs koud. Ik heb echt getwijfeld of ik heb een blouseje aan, of ik hier een vestje overheen aan zou trekken. Maar ik heb toch besloten om dat maar niet te doen, want ik weet gewoon dat ik heel erg ga zweten, omdat dit een beetje een zweetstofje is. Ik dacht, nou laat ik het maar niet doen. Maar ik heb het wel heel erg koud. Maar goed, dat komt straks wel goed. Ik ga straks naar mijn oma toe. Wel leuk, weer eventjes kijken hoe het daar is. Ze is inmiddels weer uit quarantaine, dus dat is ook weer fijn. Even kijken of ze eventueel zin heeft om wat te gaan drinken. Of dat ze liever gewoon in de huiskamer wil blijven. Dat ga ik wel eventjes zien hoe en wat. Dus dat komt wel goed. Gisteravond heb ik de finale van Meditate First Sight gekeken. Op zich niet heel verrassend. Alleen over één koppel twijfelde ik wat die zouden gaan doen. Die zijn uiteindelijk wel getrouwd gebleven. Maar verder was het niet heel verrassend. Maar toen las ik dus net alweer dat er alweer één koppel gescheiden is. Zij voelde het toch niet. Zij was niet verliefd geworden. De afstand was ook wel een ding. Dat merk je ook wel dit seizoen. De afstanden zijn altijd best wel groot. En het hoeft niet altijd een probleem te zijn. Want in eerdere seizoenen is het op zich best wel gelukt. Maar ja, je ziet dan toch aan het einde dat ze dan toch wel besluiten om toch maar te gaan scheiden. Omdat het dus op een of andere manier niet werkt. Maar ja, goed. Het is wat het is. Ik heb nog even met de groep gekend. Dat was wel weer gezellig. Ik heb een blogpost geschreven. Ik heb de thumbnail gemaakt en de vlog ingepland. Die komt straks online. Dus wat dat betreft best wel een positieve avond. Ik heb mijn Netflix-serie gekeken. Vanaf vandaag staat You ook weer online. Maar ik ga eerst gewoon mijn huidige serie afkijken voordat ik weer met You verder ga. En toen had ik Dr. Tinus gekeken en dat was de allerlaatste aflevering. Dus daar ben ik nu doorheen. Toch wel raar dat hij het laatste seizoen eigenlijk heel mild is geworden. Ook wel leuk om te zien. Maar waar het echt van een hele stijve hark. Niet dat hij nu helemaal niet meer zo stijf als hoe. Ik bedoel, hij deed soms nog best wel gemeen tegen zijn patiënten. Maar
Dat is toch wel iets anders geworden. Dus op zich was het wel, wel leuk. Toen heb ik lekker mijn boek gelezen. Het was wel weer leuk. En toen ben ik lekker gaan slapen. Ik ga nu eventjes stofzuigen en even mijn bakkers scheppen. Nog even wat drinken. En dan ga ik straks de deur uit. Ik ga even mijn handschoenen pakken, want die heb ik wel even nodig buiten. En dan zie ik jullie sowieso wel weer als ik terug ben. En misschien dat ik jullie met boodschappen doen of zo nog wel even meeneem. Moet ik even kijken hoe het loopt. Dus ja, dat is voor nu de planning. Dus ik ga eventjes wat doen. Thuis. Ik ben gezellig even bij mijn oma geweest. Ik moet nu heel ver naar achter zitten om een beetje in beeld te komen. Het was heel fijn om daar weer even te zijn. Ze was alleen niet in de gezamenlijke kamer waar ze normaal zit. Dus ik dacht, nou, even op de eigen kamer kijken. Daar lag ze lekker. Ze had niet zoveel zin om daarheen te gaan. Dus ze wilde lekker op de kamer blijven. We zijn gewoon lekker binnen gebleven. Ik heb daar een kopje koffie genomen en even gezellig gekletst. En dat was verder ook allemaal wel heel... heel gezellig, dus niet heel lang gebleven, omdat je ook wel merkt dat ze op een gegeven moment moe wordt. En, maar dat is ook goed, denk ik. Dan ben je er toch weer eventjes geweest. Maar het was fijn om weer eventjes geweest te zijn. Ik heb boodschappen gedaan. Ik ga het proberen te laten zien. Ik hoop dat hij het scherp stelt. Ik heb weer een paasje meegenomen, want die was dus hier in de aanbieding. Dat was weer een voordeelpak. En die was bij de Boni. En eigenlijk nu elke keer als ik denk het is in de aanbieding, dus 7 keer haal ik het maar. Dan hebben we weer toetjes, patatjes, aardappeltjes, boontjes. Ik heb 2 keer de Dreft Pink Jasmijn meegenomen. Die was nu 1 euro bij de Boni. Die heb ik maar 2 keer meegenomen, want normaal zijn die nooit zo heel goedkoop. Maar deze was nu wel goedkoop. Vochtig toiletpapier. Gesneden champignonnetjes. Even kijken hoor. Frikandellen. Vlaaginken. Een varkenshaasje, die was nu in de aanbieding, dus daarom ook de champignonnetjes, want die zijn wel lekker daarbij. Spekjes. Paaslollies. Vuilniszakken. Handschoentjes, ik heb mijne net aangebroken, dus ik dacht, neem even een nieuw setje mee. Suiker, mijn suiker was bijna op. Paaseitjes. Dus ik ga van het weekend de paasspullen neerzetten. Scheerschuim. Chocomel. En een broccoli. En ik ben dus heel eventjes bij de Zeeman geweest. Ik wilde daar een bak hebben. Ik heb er allereerst nog 2 dingetjes voor de lippen meegenomen. Zelf een lipgloss met een lipliner. Een roze. En een rode. Ik had het eigenlijk nog nooit gezien, maar vond ik wel leuk. Ik heb een cadeautje voor Lente gekocht, maar die krijgt zij over een paar weken. Dus die laat ik niet zien. Deze nog even voor bij de paashoek. Vond ik wel gezellig. Ik haal het cadeautje er even uit. En deze bak met een deksel. Dan kan ik... spullen in doen. En deze heet, die kun je zo vasthouden. Dus dat vond ik handig. Dus dat zijn alle dingen die ik nu heb gekocht. Ik ga dit zo even lekker opruimen. Dan ga ik nog even lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen. Eten. Goede tijden kijken. Het roer omkijken. En dan ga ik nog even Chef Live spelen vanavond. Dan ga ik foto's bewerken.
mijn Netflix-serie kijken. En ja, ik denk verder met de Videoland-serie, want Dr. Tinus is afgelopen. Dus dat is eigenlijk ook voor nu dan de planning. Dus ja, dat is eigenlijk alles wat ik ga doen. Ik ga de boodschap opruimen en dan ga ik jullie ook gewoon morgen zien, want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dus ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Goedemiddag op deze vrijdag. Het is 10 maart. Ik ben klaargemaakt. Ik heb net al een video opgenomen. Was wel even pittig hoor, zo met de telefoon. Want het viel eigenlijk niet mee, een make-up video. Maar voor nu heb ik het in ieder geval gered. En ik hoop dat het allemaal goed gegaan is. Maar ik zal die beelden vanavond even nakijken. Ik heb gisteravond gekeken naar Het Roer Om. Dat was op zich wel weer heel interessant. Ik vind het altijd wel leuk om te zien. Ondanks dat ik het zelf echt totaal niet zou doen, vond ik dit wel altijd wel leuk om eventjes naar te kijken. Ik heb daarna even lekker Chef Live gespeeld. Dat was wel heel erg leuk. Toen ben ik de foto's gaan bewerken. Ik moet nog even een nieuwe maken. En daarna ben ik lekker mijn Netflix serie gaan kijken. Ik heb nog 2 afleveringen. En daarna ben ik even Videoland gaan kijken. Dus verder was het wel een prima avond. Niet heel bijzonder of wat dan ook. Dus mijn boek is bijna uit. Dus dat is ook wel top. Ik ga hier zo meteen even wat dingen opruimen. En dan ga ik zo meteen gezellig het paasdressoir maken. Want ik heb wel zin in daarin. Ik dacht echt, ja, wanneer zal ik het gaan doen? Maar ik dacht, ja, het is toch ook over niet al te lange tijd al wel weer Pasen. Dus het kan op zich ook al wel. Ik vind het ook wel gezellig. Dus daar ga ik jullie gezellig in meenemen. Er is nu letterlijk bij Married at First Sight nog 1 koppel bij elkaar. Want de rest is dus nu allemaal uit elkaar. Is bekendgemaakt. Dus het was geen succesnummer, kun je het wel zeggen. Maar goed, ja, ja, het is wat het is. Dus daar doe je ook niet heel veel aan. Maar ik was wel een beetje verbaasd. Nou ja, goed. Het is wat het is. Ik heb ook nog een pakketje binnengekregen. Die zal ik straks nog even laten zien. Maar ik ga nu eerst eventjes stofzuigen en aan de gang met mijn paasdressoir. Dus ik ga jullie gewoon gezellig meenemen. Dus tijd om even aan de gang te gaan. Is klaar. Ik heb er iets meer neergezet. Ik zie alleen dat dit niet helemaal klopt. Dat kan ik dan niet helemaal handelen. Nou ja, ik vind hem eigenlijk wel weer heel gezellig geworden. Ik heb daar dus de dingen opgehangen, die 2. Ik zag dat deze een beetje een klein breukje had. Die moet ik eventjes lijmen. Ik vind het wel heel gezellig weer staan zo. Ik vind het wel weer heel leuk. Dus ik heb hier nog een paaspotje trouwens. Staan ook met oortjes. Dat is echt een haasje. Maar dat vond ik ook wel gezellig. Dus ik vind het wel weer heel leuk.
Ik had nog even beloofd om het pakketje te laten zien. Ik had iets bij Scapino gekocht. Het was een setje wat ik heel graag wilde hebben. Ik had ook al even in de winkel gekeken, laatst in de stad, maar daar hadden ze het niet. Hoe krijg je het op een normale manier open? Zo dus. Ik vond het zelf wel heel leuk. Nou, ik had dat niet gekocht. Kijk, dit is een topje. Die kun je dus ook aan de onderkant dus een beetje strikken. Het is een S'je. Ik moet het nog wel even passen. Dus ik weet niet of het past. Maar misschien dat ik dat straks even doe. Dan kan ik het nog laten zien. En daar hoort dus dit bij. Het is een rokje. Maar kijk, daar zit dus al een broekje onder. Dus dat is ideaal. Dus het is gewoon een heel leuk combi setje. Het ziet er vrij breed uit. Dus ik denk dat ik er ook wel in ga komen. Ik heb dus van beide S. Maar ik ga het straks nog even passen. Dan kunnen we dus even zien hoe het eruit ziet. Maar ik vond het wel een heel leuk setje voor de zomer. En ik hoop dat het past. Het was ook echt het laatste. Want het was in me uitgekomen. Het was al bijna niet meer te verkrijgen. Maar ik vind het in ieder geval wel heel erg leuk. Ik had beloofd nog even het setje te laten zien. Ik heb het nu aangetrokken. Ik vind dat het nog best groot valt voor S. Want kijk, ik heb dus nu ook het rokje aan. En je ziet dat die, of een broekrokje, je ziet dat hij nog best wel groot valt voor een S'je. Dan kun je hem natuurlijk wat strakker strikken door dit. Maar dit valt eigenlijk ook best wel ruim. Dus het valt best wel ruim. Het zit echt perfect. Maar zoals je kan zien, kijk, het is dus hieronder is dus een broekje. Dus dat is wel ideaal. Ik vind het wel echt super leuk voor de zomer. Maar ja, het valt best wel groot voor een S. Maar ja, ik had het niet verwacht. Maar ik vind het eigenlijk hartstikke leuk. Dus ik ben er blij mee. En ja hoor, het sneeuwt weer. Blijft natuurlijk niet echt liggen, maar nou ja, de duinen zijn weer wit. Het is echt al een paar dagen achter elkaar sneeuw. En dat in maart. Ik vind het toch wel bijzonder. Maar maart roeit zijn staart. Zo, mijn spiegelreflectie is inmiddels leeg, dus die moet ik even opladen. Het was even grappig, want ik was helemaal vergeten dat ik ook lampjes had in mijn paasdak. Want ik dacht ineens gisteravond, oh het was wel leuk geweest als ik lampjes had. Maar die had ik dus gewoon nog helemaal vergeten. Ik heb er even een nieuwe batterij in gedaan. En ik vind hem wel heel leuk. Hij is wel wat druk. Maar dat vind ik zelf nooit zo heel erg. Ik vind dat zelf altijd wel gezellig. Dus ik ben er wel heel blij mee. Ik had er ook gewoon zin in om het neer te zetten. Ik vind het weer heel erg leuk staan. Dus ik ben er in ieder geval weer heel erg blij mee. Katten hebben net lekker gegeten. Ik had nu weer voor van de plus. Die moet ik nog even opruimen. Die staat nog hier. Maar dat zijn dus deze. En ik merk toch dat ze die toch lekkerder vonden als de Boni. Vooral Tijgertje. Tijgertje vond die niet zo heel lekker van de Boni. Van de Plus vindt ze hem wel heel lekker. Ik ga zo meteen even lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen. Eten. Vanavond flikken Maastricht weer op de eigen tijd. Daar heb ik onwijs zin in. Misschien nog even het huis op orde terugkijken. Maar dan moet ik eventjes kijken. Ik wil eigenlijk ook nog even gamen. Ik ga de video in elkaar zetten. Ik ga ook even de video die ik nu heb vandaag opgenomen even checken of dat het allemaal wel goed is gegaan. Ik hoop het. Misschien dat ik nog wat kan plakken hier en daar of knippen. Dat het iets dichterbij oogt. Maar dan mis je toch wel echt een goede camera waar je even lekker mee kan inzoomen en zo. Ik heb mijn best gedaan in ieder geval. Blogpost schrijven. Daar had ik nog een nieuwe foto voor moeten maken. Chips. Ga ik zo meteen eerst even doen. Want het is nu nog vrij licht. Dan ga ik daarna lekker mijn Netflix-serie kijken als ik alles klaar heb. Videoland. Ik ga de nagellak nu afhalen, want die had ik even speciaal er weer op gedaan voor de video. Maar die kan er nu wel weer af. En dan ga ik lekker mijn boek uitlezen. En dan vind ik het ook wel weer heel erg mooi geweest. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien, want ik ga nu verder toch niks meer doen dan even lekker relaxen. Ik heb de verwarming al lekker een tikkeltje aan, dus het wordt hier al lekker warm. Dus ik vind het voor nu even prima. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Goedemiddag op deze zaterdag. Ik moet even kijken welke datum het is, want ik weet het gewoon niet. Het is 11 maart. Ik ben klaargemaakt. De sneeuw heeft inmiddels plaatsgemaakt voor de zon. Al het sneeuw is nu ook wel zo goed als weg, moet ik zeggen. Dus dat is op zich ja, ook alweer bijzonder hoe het weer zo kan omslaan. Gisteravond is hier nog twee keer gestrooid omdat het best wel glad zou worden. Het heeft ook gisteravond echt nog wel flink gesneeuwd, maar inmiddels is alles weg. Ik hoop eigenlijk wel dat Nathalie en Frank nog even met Lente in de sneeuw hebben kunnen spelen. Want Lente had de afgelopen dagen al geroepen, het sneeuwt, het sneeuwt.
Ja, als er niet zoveel tijd is om daarin te gaan, dan hoop ik dat ze dat nog even hebben kunnen doen. Maar ik ben bang dat alles al wel weg was. Ik heb gisteravond weer lekker naar Flikker Maastricht gekeken. Dat was wel weer echt intens genieten. Ik moet wel zeggen dat ik gelijk al wel door had hoe het verhaal, hoe de steel in de vork zat. Of gelijk door. Ik had een vermoeden. En dat vermoeden klopte dus ook. Dus dat, ja, ik heb de laatste tijd wel vaker door. Maar dat geeft op zich ook helemaal niks. Toen heb ik even het huis op orde teruggekeken. Dat was ook wel een mooie uitzending. Er komt nu ook nog één keer en is het ook weer afgelopen. En daarna heb ik heb nog even een spelletje gedaan. Toen ben ik mijn video in elkaar gaan zetten, mijn blogpost gaan schrijven. Ben ik lekker mijn Netflix-serie gaan kijken. Daar heb ik nog één aflevering van. En daarna lekker Videoland. Mijn boek is ook uit inmiddels, dus dat is ook weer klaar. Dus prima. Ik heb... verder eigenlijk ook niet zo heel veel gedaan. Gisteravond nadat ik jullie niet meer gezien heb. Vandaag op de planning. Ik heb natuurlijk die bak gekocht donderdag bij de Zeeman. Nou heb ik wel nep wimpers, maar ik gebruikte ze eigenlijk nooit. Omdat ik er een beetje huiverig voor was. Maar nu ik die magnetische wimpers heb geprobeerd, wil ik er toch ook wel een keertje de gewone nep wimpers gaan proberen. Ik zal ze niet dagelijks gaan gebruiken, maar gewoon eens een keertje... Ja, weet ik veel, met een verjaardag of zo vind ik het wel leuk. Maar ik wil dus al die nepwimpers in die bak gaan doen. Want het ligt nu een beetje los waar het eigenlijk niet hoort. Dus dat wil ik eigenlijk even gaan doen. Ik moet dan nog wel even goede lijm kopen. Ik wil gewoon even van Essence of zo lijm hebben. Of misschien dat Hema lijm heeft. Want die tubetjes die erbij zitten, die zitten vaak maar heel weinig in. Dus dat wil ik dan wel eventjes gaan doen. Maar dat wil ik sowieso even gaan ordenen. Ik moet eventjes de... kwasten wassen. Misschien dat ik boven nog even wat ga doen. En ik ga eventjes in mijn boek voor mijn blog en YouTube aan de gang. Dus dat is eigenlijk de planning voor nu. Ik ga zometeen eventjes de bolstof zuigen. Even de bakken scheppen. De was kan er ook weer af. Dat is ook wel fijn. Die moet eigenlijk ook weer even hoog nodig opgeruimd worden. Dus ja, dat is eigenlijk voor nu de planning. Dus ik ga jullie gewoon gezellig meenemen. Maar eerst maar even weer de stofzuiger er doorheen trekken. Dan is dat gebeurd. Zo, ik heb hier de bak staan. Ik ga even alle wimpers pakken en dan kunnen ze er mooi in. Want dan staat het mooi bij elkaar, dus dat is ook wel fijn. Dus daar ga ik nu eerst maar eens eventjes mee beginnen, dan is dat klaar. Zo ziet de bak eruit als hij dan gevuld is. Dus als ik nog wat tegenkom kan het er nog bij. Maar ik vind het voor nu al wel veel beter staan. Dus dat is ook al wel weer top. En het is heel handig want je kunt deze dus gewoon zo optillen. Dus ik heb alles er nu mooi in zitten. Wat klusjes kunnen doen. Was wel lekker. De kwasten zijn schoon. De wimpers zijn opgeborgen. Verder gewoon even nog wat kleine dingetjes gedaan. Even al wat dingen nog weer naar boven gebracht. Dus ja, wat dat betreft was het wel lekker. Ik heb even lekker in mijn blog en YouTube boek zitten werken. Was ook wel heel fijn. Maar nu kreeg ik toch wel koud. Dus ik heb de verwarming even wat aangedaan. Want het is 6 graden buiten. En...
was hier 15,5. Ik vond het toch wel fris. Ik denk, ik ga hem nu wel eventjes een beetje aandoen. Want ja, ik heb het nu wel koud. De vriendjes zijn nog even lekker aan het eten. Achter mij. Die hebben het bijna op. Die zijn gewoon even de laatste restjes aan het oplikken. Ja, dat. Ik ga zo meteen even lekker relaxen. Want ja, ik ben een beetje gaar. Ik weet niet. Misschien toch te weinig gedaan, omdat ik normaal meer doe. Maar op zich, ik heb wel de klusjes gedaan die ik wilde doen. Dus dat is op zich wel lekker. Ik moet nog eigenlijk even mijn nagels glad maken. Maar ik heb het veldje niet meegenomen. Dat zou ik morgen ook wel even kunnen doen. Dan doe ik zo morgen eventjes een nagelolie op. Of ik zou hem nog even moeten halen. Maar ik weet niet of ik nog zin heb om naar boven te gaan. Maar misschien dat ik het even doe. Dan kan ik die nagelolie erop doen. Dan kan die eigenlijk wel even lekker lang intrekken vanavond. Dat is misschien wel een goed idee. Nou, verder is vanavond gewoon weer tijd voor weet ik veel. Ik ga gewoon weer meespelen en ik zie wel weer of ik een goed cijfer heb, ja of nee. Dat is toch altijd de vraag. Daarna ga ik even de alles kunnen kijken. Ga nog wel even een spelletje doen. En dan ga ik de vlog voor het grootste gedeelte al in elkaar zetten. Ook even kijken hoe het nu gaat met de beelden en zo. Dat is natuurlijk wel even spannend. Of alles goed scherp is en zo. Maar, nou ja, goed. Ik had ook even de beelden van de video die ik gisteren had opgenomen teruggekeken. En op zich was het prima. Het is alleen iets anders dan wat jullie van mij gewend zijn. Maar goed, dat zien jullie dinsdag dan wel. Dan ga ik lekker mijn Netflix-serie kijken. Laatste aflevering, want hij eindigde gisteren super spannend. Dus we hadden er ook echt van dat ik nu moest wachten, maar het is prima. Dan ga ik daarna lekker Netflix of Videoland kijken. Nieuw boek uitzoeken. Ik weet nog niet wat ik wil gaan lezen. Maar ik heb er zat op staan, dus er komt wel weer wat langs. Dus dat wordt verder ook de avond. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien, want ik ga nu verder toch niks meer doen. Even lekker relaxen en een beetje opwarmen, want ik heb het koud. Dus bij deze zou ik zeggen, tot morgen. Goedemiddag op deze zondag. Het is vandaag 12 maart. Ik zit lekker op de bank. Ik heb de televisie al aanstaan, want Ajax die moet zometeen aftrappen. We spelen tegen Heerenveen uit. We moeten winnen om op een gedeelde eerste plek met Feyenoord te komen, want AZ is ons gisteravond voorbij gegaan. Maar als we dit winnen, staan we weer gedeelde eerste plek met Feyenoord. Alleen Feyenoord moet vanavond nog spelen om 8 uur en die spelen tegen Volendam. En dat gaan ze echt niet verliezen. Dat geloof ik niet. Dat gaan ze echt wel redden. Dus ja, het is voor ons ja, nu eigenlijk gewoon zaak dat we deze wedstrijd gaan winnen. Als ik de peilingen zag, zou het moeten kunnen. Want we hebben eigenlijk niet veel verloren tegen Heerenveen. En ja, we zitten nu wel in een lekkere winnende mood. Dus het zou moeten lukken. Ik heb gisteravond weer weet ik veel gekeken en meegespeeld. Ging weer echt verschrikkelijk. Ik ging in het begin wel lekker, maar later zwak ik heel erg af. Ook omdat de app er weer uitgegooid werd. Toen heb ik al 2 vragen gemist. Die ik uiteindelijk wel goed zou hebben gehad. Dus dan mis je alweer 2 vragen. En dat is wel heel zuur. Dus ik speelde nu gewoon echt met het geluid van de tv. Dus volgende week ga ik dat dus weer niet doen. Ondanks dat ze zeggen dat dat wel het beste is, ga ik het niet doen. Want nu werd ik er weer uitgegooid. Ja, dat is gewoon jammer. Omdat je dan je winnende reeks een beetje verliest, zeg maar. Daarna heb ik de alles kunnen gekeken. Was ook wel weer leuk. Soms ook wel opdrachten waarvan je denkt van, joh, dit is best wel moeilijk. Een jongen die werd helemaal kwaad. Het was een, op een gegeven moment hadden ze ook een soort quiz, zeg maar. Dan moesten ze in een vlak gaan staan wat het goede antwoord was. En die jongen die zat echt bij de laatste die het nog steeds niet goed had. En hij werd helemaal boos en dit hoort niet bij de alles kunnen en zo. En uiteindelijk moest hij eruit en toen werd hij helemaal boos. Ging hij naar buiten, hij trok zijn shirt uit en helemaal schreeuwen en boos zijn. Dus binnen ze dachten echt, doe eens even normaal. Maar hij vond het geen alles kunnen onderdeel. Maar ja, dat hoort er wel bij, want dat hebben ze heel vaak. Dus nou ja, goed. Die was een beetje pissig. Ik heb de vlog voor het grootste gedeelte al in elkaar gezet. Dat was ook wel fijn. Ik heb er nog een persbericht uitgegooid. Die is straks online gekomen. Toen ben ik de laatste aflevering van mijn serie gaan kijken. En ik heb ook wel het vermoeden dat dat er ook geen vervolg meer zou komen. Omdat de serie nu ook wel echt voor mijn gevoel afgerond is. Het was een mooi einde. Geen open einde, want daar hield ik niet van. Het was wel een mooi einde. Maar ik vond het ook wel jammer, want het is wel een hele goede serie. Maar goed, dat hoort er ook bij. Toen ben ik Netflix gaan kijken, of Videoland gaan kijken. Heb ik een nieuw boek uitgekozen om te lezen. Dus dat was allemaal wel goed.
Ik ga zo eventjes stofzuigen, de bakken scheppen en de groenten afhalen. Dan ga ik lekker genieten van Ajax. Ik ga straks wel uiteraard de foto's maken. Ik denk dat ik bij Ajax nog even de wasmand erbij pak. Dat ik ondertussen eventjes nog een wasje wegvouw. Dat is ook altijd wel lekker, want dan kan ik gewoon lekker bij zitten. Dan kan ik ondertussen lekker de wedstrijd kijken. Ik zal straks even de fotospullen laten zien. Maar nu ga ik eerst even mijn dingetjes doen en genieten van Ajax, hoop ik. Als we scoren en als we winnen, want anders dan ben ik ook vaak een beetje chagrijnig. Maar goed, hoort erbij. Dus dat is voor nu de planning. Zo, Ajax staat inmiddels met 1-3 voor. Dus dat is wel lekker. Ik heb even de fotospullen gepakt. Die zal ik eventjes laten zien aan jullie. Dan ga ik even foto's maken en dan ga ik even verder de wedstrijd kijken. Ik heb de was al opgevouwen. Die ligt alweer boven. Dus dat is ook fijn. Dan kan ik morgen weer een nieuwe was aanzetten. Maar ik zal even de fotospullen laten zien. Ik heb hier allereerst een Hello Good Stuff. Dat is een Moussy Face Moisturizer. Lijkt me wel lekker. Het is een hydrating gel with banana water. Dus ik ben heel benieuwd. Dan heb ik hier een potloodje van Lotte. Dat is de Arch Rival. In een bruine kleur als ik het zo zie. Dus ik ben wel heel benieuwd wat dit gaat doen. Dus die. En dan heb ik 3 lipsticks van Catrice. Dit zijn de Drunk in Diamonds Plumping Lippen. Of zijn eigenlijk lippenbalsems. Deze in de kleur 010. Dan hebben we kleur 020. Het zijn verder allemaal dezelfde verpakkingen. En de kleur 030. Dus hier ga ik nu eventjes mooie foto's van maken. Dus dat zijn even de fotospullen die ik nu ga fotograferen. Ajax is net afgelopen. 2-4 gewonnen. Dus dat is wel weer heel goed. Ik heb inmiddels de hik gekregen. Ik weet niet waarvan. Het is altijd een beetje vervelend. Maar dat gaat straks vanzelf wel over. Het is ook net afgelopen. We kregen best wel wat minuten erbij. 7 minuten aan het einde. Maar we hebben het weer gered. Dus dat is heel fijn. Zo. Ik heb de foto's klaar. Ik moet alleen nog even de laatste lampen en zo opruimen. Ging uit. Eigenlijk ook wel goed. Dus dat is allemaal prima. Ik vraag me eigenlijk af hoe warm het is buiten. Want de temperatuur is op zich niet heel koud. Even kijken hoor. Het is 9 graden, dus het viel op zich wel mee inderdaad. Het is niet super koud. Maar goed, ik ga zo meteen even lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Ik wil vanavond wel even Studio Sport zien, maar dat is ook vooral omdat ik heel erg benieuwd ben hoe het nu gaat zijn. Omdat er liggen er best wel weer een aantal onder vuur. Onder andere ook de presentator die dit programma presenteert. Die gaat vanavond er niet bij zijn. Dus ik ben heel benieuwd of ze het nu iemand anders laten doen. Of dat ze de beelden gewoon aan elkaar gaan plakken zonder dat iemand het echt presenteert. Dus daar ben ik zelf wel heel nieuwsgierig naar. Verder ga ik vanavond weer de postcode loterij kijken. Of postcode loterij miljoenenjacht moet ik zeggen kijken. Dus dat vind ik ook wel weer leuk altijd. Daarna wie van de 3. Ik ga sowieso nog even lekker chef live doen. Want daar kan ik dan ook weer even mee verder. Dat is ook wel leuk. Ik moet foto's bewerken. Dan ga ik verder met mijn serie You. Want die staat dus weer online. Dus die ga ik nu maar even afkijken. Ik hoop dat het allemaal nog een beetje in mijn hoofd zit. Maar dat komt vast goed. En daarna ga ik Videoland kijken. Dus dat wordt het dan ook wel. Dus verder niet heel veel bijzonders. De katten hebben ook net lekker gegeten. Dus nou eigenlijk allemaal weer top. En dan straks even lekker mijn varkenshaasje bakken met mijn champignonnetjes. Dus ja, dat wordt het ook eigenlijk vanavond. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen dan eventjes lekker relaxen. En vanavond gewoon lekker een rustig avondje houden. Ik ga wel even mijn nagels nog doen. Maar ja, dat is ook zo standaard iets op zondagavond. Dus nou ja, goed. Dat is mijn planning. Dus ik zou bij deze in ieder geval zeggen tot morgen. Goedemiddag op deze maandag. Het is 13 maart. Ik ben klaargemaakt. Ik heb een shirtje met lange mouwen aan. Ik heb een vestje eroverheen en die heeft hele lekkere lange mouwen. Ik vind het altijd heerlijk. Met schoonmaken is het niet heel handig, maar ik vind het wel heel lekker. Ik ben net gebeld door het ziekenhuis en ik ben best wel opgelucht eigenlijk. Ik heb 2 weken geleden een uitstrijkje laten maken omdat ik dus... toen ik voor het eerst een uitstrijkje moest laten maken, is er HPV gevonden en een pap.
Maar ik heb hier een uitgebreide video over opgenomen wat het toen allemaal gespeeld heeft. Dus mocht je die niet gezien hebben, ik zal de link daarvan even in de beschrijving zetten. Dan kun je die even alsnog bekijken, mocht je daar de behoefte toe hebben. Maar goed, ik moest dus toen weer een nieuw uitstrijkje maken omdat er dus HPV zat. En ik heb net de uitslag gekregen. De HPV zit er nog wel. Maar het kan heel lang duren voordat je lichaam het opruimt. Bij de een gaat het sneller dan bij de ander. En ik heb nu te horen gekregen dat er geen afwijkende cellen zijn gevonden. Dus ik moet over een jaar gewoon weer terug voor een nieuw uitstrijkje. Dus verder geen afwijkende cellen of wat dan ook. Daar ben ik wel heel blij mee. Ik was er zelf al een beetje van uitgegaan dat ik weer terug zou moeten naar het ziekenhuis voor weer zo'n echo en zo. Maar dat hoeft dus gelukkig niet. Dus ik ben wel heel blij dat het, dat het gewoon in ieder geval niks ernstigs is. Ik hoefde voor nu in ieder geval niet bang te zijn voor kanker, zei ze. Dus dat is wel heel fijn. Dus daar ben ik heel blij mee. Mocht je achtergrondgeluid horen, ze zijn hier ergens bezig. En ik weet niet wat, maar het gaat met een duvel en geweld. Dus mocht je dat horen, het is niet bij mij, het is hier ergens, maar het is nogal gehoorig. Ik heb gisteravond Miljoenenjacht gekeken. Deze man ging in het begin echt super goed. Hij had heel veel afleveringen terug zitten kijken. En dan zei hij, ja, maar in dat koffertje zat hij al de laatste twee keer. Dus ik denk dat hij daar nu niet in zit. Nou, het begin ging het wel goed, maar later werkte die tactiek ook niet echt meer. En toen ging hij ook steeds wel wat meer zakken, maar uiteindelijk nog een hartstikke mooi bedrag. Alleen, hij had best wel een heel hoog bedrag in zijn koffer zitten. En hij had wel veel minder geld gewonnen dan wat er in zijn koffer zat. Dus dat was natuurlijk een beetje zuur, maar nou ja, goed, weet je, hartstikke mooi bedrag. Ze konden de keuken ervan verbouwen, nog wel een vakantie mee maken. Dus wat dat betreft was het ook prima. Daarna heb ik even Wie van de Drie gekeken en heb ik lekker restaurant live gespeeld. Dus dat was ook alweer leuk. Wel wat verder, ik ben nu bij dag 8 of zo. Het gaat op zich wel lekker, dus ja, was wel leuk. Ik ben weer verder gegaan met You. Ik zat er eigenlijk vrij snel weer in, omdat er eigenlijk wat dat betreft niet heel lang tussen heeft gezeten. Dus dat ging op zich ook wel lekker. Dus daar was ik ook wel weer lekker gelijk dat ik daarin zat. Ik ga zo lekker mijn muziek aanzetten, dan hoor ik dit niet zo. En toen ben ik verder gegaan met mijn Videoland-serie en daarna lekker gaan slapen. Ik ga zo gelijk eventjes mijn... ik moest eventjes de telefoon op dat onbekende bellers... Moest ik even... Normaal heb ik altijd aanstaan dat onbekende bellers maar niet kunnen bellen. Maar die moest ik nu even uitzetten omdat het ziekenhuis dus... onbekend belde, maar die kan nu mooi weer aan, want dan heb ik geen last meer van dat anonieme gebel. Dus dat is prima. Ik ga eventjes, eventjes aan de gang, de kattenbakken, de gang, de douche. Dus ik heb nog wat dingetjes voor jullie gefilmd, die zal ik ook even laten zien. Dus ik ga gewoon eventjes lekker wat doen. Dus ja, handschoenen aan, muziek aan en ga maar. Thank you.
klaar met alles. Ik moet ze wel even de batterij opladen, want die zit niet heel vol meer. Maar dat heeft trouwens mijn nagels nog gedaan. Ze zijn oranje. Dat is dit lakje. Deze heeft de naam, kan ik dat nog lezen? C03 Nob Addicted to Red. Maar ik vind het oranje. En deze komt uit een limited editie, namelijk door Nomadic Traces. Dus die had ik opgebracht. Alles is klaar. Ik heb alleen een prikkel in mijn voet voor mijn gevoel. De kliko's waren omgewijd, omdat het dus onwijs hard wijdt. En die wilde ik weer rechtop zetten. Maar ik had er dus net een zak in gestopt en die wijde er dus uit. Dus die wilde ik toch even opruimen. Maar die wijde dus in de prikkels. Dus toen moest ik door de prikkels. En ik heb het gevoel dat er nu wat in mijn voet zit. Ik heb er al wel wat uitgetrokken. Maar het doet nog steeds een beetje pijn. Dus ik hoop straks met douchen dat het zacht wordt. Dat ik het dan misschien nog beter kan zien. Want ik kan nu niks zien. Omdat mijn voeten nu gewoon natuurlijk niet nat zijn. Maar verder heb ik alles weer zo lekker klaar. Dat is heel fijn. De katten hebben lekker de schone bak. En ik heb ook lekker mijn mat weer neergelegd. Kijk. De mat hier in de gang ligt er ook weer. Even recht trappen. Zo, dat vind ik ook wel weer gezellig dat die er ligt. Ik draai jullie even om en dan moet ik er even de klep recht zetten. Het maakt heel veel geluid, heb ik al gehoord bij het editen. Maar ja, ik doe er even niet zoveel aan. Ik ga zo in ieder geval even lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond goede tijden en daarna weer lekker de meilandjes. Heel veel zin in. Ik ga sowieso denk ik nog wel even gamen. En ik denk even VI kijken. En dan kan ik helpen mijn man klussen van de week al even terugkijken. Want ja, we hebben nou natuurlijk ook geen Meredith Versailles meer. Dat is toch allemaal afgelopen. Dan ga ik vanavond mijn video in elkaar zetten voor morgen. Thumbnail heb ik al voor een groot gedeelte af. Blogpost schrijven. Weer lekker naar You kijken. En daarna weer lekker met Videoland serie verder. En lekker mijn boek lezen. Dus dat wordt verder ook de avond. Dus niet heel spectaculair. Maar ja, ik ben verder wel lekker productief geweest. Ik voel me nu ook gewoon heel. Ik heb gewoon een heel fijn gevoel dat alles toch oké op de HPV na toch goed was. Dus ja, het geeft me ook wel een lekker gevoel. Ik ga deze batterij nu in de oplader stoppen. En dan ga ik jullie ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu verder niks meer doen. De was die draait nog wel. Maar die hoeft niet in het droog. Want die hangt gewoon even hier aan. Want het is niet zo heel veel. En ik ga niet voor een niet zo'n hele grote was droog gaan zetten. Dat is zonde van de stroom. Dus nou ja, goed. Dan dus. Ik ga opladen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Goedemiddag op deze dinsdag. Het is 14 maart. Ik ben klaargemaakt. En ik heb het gevoel alsof er weer een vloek rust in dit huis. Want het lijkt wel alsof de ene ding kapot gaat, dat het andere alweer zich aandient om ook kapot te gaan. Het ene probleem is nog niet opgelost of het andere probleem komt er alweer bij. Ik heb namelijk problemen met mijn Senseo. Ik merkte zondagavond al dat hij een beetje apart dicht ging. Ik doe eventjes het koordje achter de klep. Maar goed, ik heb mijn koffie gewoon gemaakt. Toen ging ik gisteravond koffie maken. Toen kreeg ik die hele klep niet meer dicht. En ik ben gewoon bang dat hij er eerdaags gewoon dat het afbreekt. Want het is allemaal plastic. Ik heb gewoon heel erg het gevoel dat hij er eerdaags gewoon mee stopt. Het is namelijk zo, de klep die je dicht drukt, zeg maar, om je koffiebed vacuüm te drukken, die krijg ik bijna niet meer naar beneden. En ik kan het jullie straks eventjes laten zien, maar dat moet ik even met mijn telefoon doen. Want ik kan niet en deze camera vasthouden en die klep dicht drukken, want dat is echt te zwaar. Maar ik heb er zo mee zitten kleren gisteravond. Uiteindelijk heb ik hem dicht gekregen. Dus ik heb mijn koffie wel gekregen. Maar ik zei tegen mijn moeder ook. Ik zeg, volgens mij is het wel einde oefening. Ze zegt, ja, stuur eens een foto dan. Dus ik had haar een filmpje gestuurd om te laten zien. Ze zegt, ja, ik snap er niks van. Toen dacht ik, ja, misschien kan ik hem zelf uit elkaar halen. Maar ja, hij is al een keer gerepareerd geweest. Omdat die klep, de hele bovenkant, die was toen, dat was afgebroken. Omdat het dus allemaal plastic is. Nou ja, toen had ik nog garantie. Toen heb ik hem laten repareren. Maar ja, ik heb dat ding inmiddels 6 jaar. Dus de garantie is lang en breed verlopen. Dus ja, toen ging ik even kijken op YouTube. Van zijn er filmpjes waar mensen zo'n Senseo uit elkaar halen? Ja, die zijn er. Maar dat is allemaal de Senseo Classic. Ja, die heb ik niet. Want ik heb de Senseo Twist met touchscreen. Nou, het is echt weer een drama. Ik weet niet wat ik ermee moet. Ik heb van alles geprobeerd. Dus ja, misschien dat ik hem nog zelf los kan halen. Ik zal het jullie zometeen laten zien. Mocht je nog tips hebben voor me, laat het me alsjeblieft weten, want ik weet niet wat ik ermee aan moet. Ik hoop dat hij het nog even volhoudt. Misschien mocht mijn coach donderdag nog binnenkomen, dat ik die even kan vragen van, goh, zou jij weten wat het is? Maar ik weet het letterlijk niet. Nou ja, toch mijn koffie. Toen heb ik lekker Chateau Meiland gekeken. Dat was wel weer heel erg leuk.
Daarna heb ik VI gekeken. Dat vond ik heel interessant, want Mark Rutte kwam daar. Nou, ik ga daar verder ook niet mijn mening over delen, want ik denk dat er al genoeg ellende is. Ik vond er uiteraard wat van. Maar ik ga er verder niet heel erg over uitweiden, want ik denk gewoon dat iedereen zijn mening daar wel over heeft. Ik denk inmiddels dat er ook in de media al genoeg over gezegd is. Ik heb nog even een spelletje gedaan. Toen heb ik mijn video in elkaar gezet. Ging op zich nog wel oké met editen. Ik was heel erg bang dat het allemaal niet ging. Maar ik kon gelukkig de beelden nog wat naar voren trekken. Dus voor mijn gevoel zat het wel goed in elkaar. Het is wel anders omdat ik het met de telefoon heb gedaan. Maar oké. Blogpost geschreven. Toen ben ik lekker You gaan kijken. Was weer super spannend. En toen heb ik mijn videolandserie gekeken. En toen ben ik lekker mijn boek gaan lezen. Maar dat was dus verder mijn avond. Maar het was allemaal weer eventjes drama. Nu op de planning. Ik ga zo een video opnemen. Daar heb ik wel zin in. Ik moet eventjes mijn AirPods schoonmaken. Die zijn echt onwijs vies. Dus daar ga ik jullie even bij meenemen. Die dingen moeten schoon. Want ik zat er gisteravond naar te kijken. En ik dacht, nee, dit kan niet meer. Maar ik ga dus dat borsteltje gebruiken van de Action. Maar ik zal jullie eerst even laten zien wat er nou aan de hand is met die Senseo. En dan ga ik even stofzuigen, bakken scheppen. En dan ga ik lekker eventjes een video opnemen. Aanbeland bij de Senseo en er zit nu nog een oude pet en ik had hem gisteren helemaal schoongemaakt, ingespoten met de dust. Nou, daar zie je echt helemaal niks meer van, want hij is weer hartstikke vies. Maar dit is dus het probleem, als ik hem dicht wil drukken, kijk. Oh, hij gaat. Maar kijk, ik druk dit dingetje omhoog en eigenlijk zou ik dit eruit willen wippen, maar ik weet niet of dat kan. Maar nu gaat, nu gaat hij wel heel soepel. Maar het gaat dus niet heel makkelijk. Dus ik ga ervan uit dat dit eerdaags een keer afbreekt. Maar heb je misschien een oplossing hoe ik dit ding los zou kunnen halen. Zodat ik hem eventjes na kan kijken. Laat het alsjeblieft weten. Want ik weet het voor nu echt eventjes niet. Maar nu ging die dus wel makkelijk dicht. Maar ik had er dus gisteravond heel veel moeite mee. Nou, ik heb hier mijn oortjes. En die zijn echt onwijs vies. Want allereerst het bakje is heel vies. Dus je kan zien. De oortjes zelf ook, want ze gaan hier mijn oren in. En hier zijn ze echt onwijs vies. Hier, ik weet niet of hij dat echt lekker scherp stelt. Dus ik heb een worsteltje erbij gepakt. Die ga ik nu eventjes proberen schoon te maken. En ik hoop dat dat een beetje lukt. Zoals je kan zien zijn ze weer helemaal mooi schoon, het bakje. En hier is ook aardig wat troep uitgekomen. Vooral hier, zeg maar, zat heel veel troep. Ik zal je zo even laten zien wat eruit is gekomen. Het is best wel vies, maar het werkt best wel heel goed met het borsteltje. Ik heb het bij dit puntje gedaan om het vel eruit te krijgen. En heb ik hem eventjes zo gedaan. En je kunt hem dan ook, dit past er precies in. Dus hier kun je dan nog even zo lekker het overige vel mee eruit halen. Dat is ook wel ideaal. Dan kun je hem gewoon zo even nadoen. En dan zijn je oortjes weer helemaal schoon. Dus dat is ideaal. En dit komt er dan toch nog wel vanaf. Best wel veel troep zoals je kan zien. Maar ja, goed. Daarom maak je ze ook schoon natuurlijk. Dus dat is wel weer heel erg top. Ik wilde doen. De video staat erop, dat ging wel lekker.
De oortjes zijn weer schoon, wat echt heel hard nodig was, maar wat me ook wel een lekker gevoel geeft. Ja, je ziet toch dat er toch nog best wel veel vel in gaat zitten, maar het ging er eigenlijk heel makkelijk uit. Dus daar was ik wel heel blij mee, want je hebt ook echt van die speciale borsteltjes. Maar ja, dit borsteltje dat gaat gewoon super goed en die kost geloof ik 1 euro of zo bij de Action, dus echt ideaal. Ik ben ook wel benieuwd hoe die voor andere dingen dus werkt, maar ik heb hem dus nu vooral even voor de oortjes gebruikt. En ja, dat was gewoon heel hard nodig, maar ik ben heel blij dat ze weer schoon zijn. Nog even lekker diamond painting gedaan, dat was ook wel weer fijn. Alleen, ja, het is soms een beetje lastig, want de katten die springen soms in beeld. Die vinden dat interessant wat je aan het doen bent. En dan gaat er nog wel eens wat steentjes over tafel. Maar goed, die ruim ik dan altijd netjes op. Die schuif ik bij elkaar met mijn hand en dan probeer ik ze zeg maar onder de tafel. Dus leg ik dan het bakje hier onder de rand en dan schuif ik ze er zo weer in. Maar het ging verder eigenlijk allemaal wel lekker, dus daar ben ik wel weer blij mee. Katten hebben het lekker hun eten op. Ik heb nu even een koude rilling, maar ik heb de verwarming niet aanstaan. Want het is hier 17 graden. Ik heb hem gisteravond ook niet aangehad. Omdat het 17 graden was. Maar mocht ik het straks echt nog ijskoud krijgen, gaat hij wel aan. Het is buiten 7 graden. Het is nu weer wat meer bewolkt. Het was straks heel zonnig. Af en toe weet je ook niet waar je ermee aan moet. Maar goed, ik ben voor nu in ieder geval wel weer lekker tevreden. Ik ga zometeen eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Daar heb ik wel zin in. Ja, vanavond, ik denk dat ik even nieuw Amsterdam ga kijken. Want er is verder eigenlijk niks. Ja, je hebt wel ontvoerd en dat vond ik altijd wel interessant. Maar soms ook wel zo onwijs zielig. Dat kan ik soms ook niet handelen. Dus ja, voor de rest is er niet zo heel veel wat mij interesseert. Ik ga sowieso nog wel even een spel doen. Ik ga de vlog afmaken, foto's bewerken. Dan ga ik lekker verder met you. Het is wel jammer hoor, want je hebt eigenlijk nu nog maar 3 afleveringen. Dus ik hoop toch in het vervolg, dat mochten er nog een seizoen komen, dat ze het niet weer in 2 delen doen. Want ik kijk toch het liefst achter elkaar door. Dat vind ik toch het lekkerst. Maar goed, ja. Dus dat, dan ga ik eventjes Videoland kijken. En dan ga ik lekker daarna mijn boek lezen. Dus dat wordt mijn avond. Ik ga bij deze dan ook de weekvlog afsluiten. Ik hoop in ieder geval dat je het weer leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, daar staat de rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt krijg je een melding zodra ik een nieuwe video heb geüpload. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doeg!